En hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Het is vandaag een challenge, het is heel simpel. Jullie gaan het waarschijnlijk leuk vinden, maar ik minder, want daarom voer ik een challenge uit. Meestal zijn challenges niet zo leuk voor mij, ik vind het wel grappig om te doen, maar niet altijd aangenaam. In ieder geval, de challenge luidt als volgt. Ik heb vandaag geen gehoor, dus ik heb niks op. Ik heb geen oren, geen koptelefoon of iets op, geen oortjes in. Kijk maar, ik heb niks op of niets in. Dus ik hoor helemaal niks en mijn geluid staat uit. Dus als het aan had gestaan, hadden jullie het gehoord van hem in ieder geval. Maar het is er niet. En dan ga ik ook nog eens mijn bril afdoen. Dus op deze manier ga ik dus echt helemaal niks zien. En van, oh god, niet ziet er raar uit zonder bril. Deal with it. Het is gewoon niet anders. Jullie kennen misschien niet anders. Niet heel veel mensen zien me vaak zonder bril. Maar oké. Okay. Wat de meeste van jullie misschien al weten, misschien ook wel niet, is dat ik best slecht zien ben. Is eigenlijk heel slecht. Het is best wel slecht. Ja, laat het erop houden dat ik slecht zie. Dus voor mij is het nu best wel een beetje gokken wat ik kan. Als ik heel erg ben, als ik hier zit waar ik nu ben, ik kan niet lezen wat hier staat. Als ik zo sta, dan kan ik het lezen, maar hier kan ik het niet lezen. En dat is geen joke, ik zie het echt niet. Dus het leek me grappig om een candy, die lijkt me leuk. Ik moet echt gewoon goed ervoor kijken. En ik heb dus ook, ik denk dat ik hoop wat is het? Armen golem, oké. Kijk, dat is echt heel moeilijk, maar ik ga proberen mezelf op deze afstand te houden dat ik het moeilijker kan zien. Dus dit was Armen golem, toch? Ja, oké. Nou, ik ga het gewoon proberen en kijken hoe ver ik kom. Het is een moeilijke, het is voor mij een vervelende opgave, omdat ik allemaal lampen en shit op me heb schijnen. Maar het is wel leuk, wat staat er? Ik kan niet lezen. Wacht even. Overpowered chest, fuck. Dat is echt kut. Helemaal bij dit soort dingen. Oh nee. Dit wordt echt chaos. Ik voel het. Ik kan niet. Ik kan echt helemaal niks lezen. Dit is zo vervelend. Okay, dit ken ik ondertussen uit mijn hoofd. Ik weet dat ze aftellen. Oké. Oh, ik zie wel dat ik goede shit heb. Oh shit. Oh, dit is zo'n gekut, hè. Oh, ik heb een boog. Staat erop? Ik kan niet lezen. Ik hoop dat het punch is. Het is punch toch? Eerst even naar beneden gaan. Ik heb deze en deze. En. Zo. Wat staat erop? Ik pak gewoon een zwaard. In hoop dat het goed komt. Ik heb één boog. Ik hoop dat dat goed is. Ik heb veel golden apples. Een nudge apple volgens mij. En blokjes. En pijlen. Dat is toch net wel zo'n beetje. Ik denk dat ik hier wel genoeg aan heb. Of staat hier nog een kist? Nee toch? Nee, staat geen kist. Ik hoop dat ik een punchboog heb. Dat zou super tof zijn hier. Maar voordat ik dat ontdek, ga ik dit wel even inbouwen. Dan ga ik er zelf namelijk aan. Ik ken mezelf hier te goed voor. Oh, die gast doet hetzelfde. Cool. Oké, wat ik doe? Ik doe het als volgt. Als je niet weet dat ik kan verwachten, slash kan doen, doen we dit dichtmaken. Dan ga ik gewoon even gewoon kijken wat er gebeurt. Oh, zo. Fuck, dit is echt moeilijk, man. Ik zie het gewoon niet. Dit is echt kut. Bam. 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 Oh. Heb ik hem? Raak ik hem? Oh, nee. Oh, shit. Holy shit. Daar had ik me niet voor kunnen voorbereiden. Maar ik zag het ook niet aankomen. Letterlijk. Holy shit. GG. En... Oh, kut. Het type is echt moeilijk van de vier. Oké, nog een potje. Dit is voor mij. Ik had wel meteen, volgens mij, vond ik een van de meest kutte potjes die ik kon hebben. Ik weet niet dat ik gejoined ben, maar het lijkt op snakes. Ik kan het serieus gewoon. Ik weet ondertussen aardig dat daar zit. Dus als jullie het afdenken van Rodney, ziet wel echt. Ik weet ondertussen. Ik zie ook wel schimmen. Dus ik zie wel dat hier ongeveer Iron Golem is. En ik zie dat hier een sword zit. En hier Archer. Nou, je weet het ondertussen uit mijn hoofd, ik ken het helemaal nu. Dus ik weet dat hier ergens zat nog een... Hier zit ergens een redstone ding. Oh, we gaan beginnen. Opletten. Dit is wel een verschrikkelijke map hiervoor, denk ik. Even kijken, waar zitten die kisten? Fuck. Oh. Ja, kijk, oké, ik ben beneden. Waar zijn de kisten? Hier zit een kist. Ga weg met dat hout. Je moet een kist hebben, man. Oké, het ziet er niet heel goed uit. Oh, dit is echt... Waarom heb ik gedacht dat ik dit als challenge zou doen? Wat is dit toch? Waar was ik met mijn stomme hoofd toen ik hierover nadacht om dit te doen? Oh, dit is echt vervelend.
Dit zijn volgens mij enchanting bottles. Ja, kijk, dat zijn ze. Oké, ik heb een houten zwaardje. Volgens mij. Ja, niet echt te onderscheiden. Oh, hier is ook nog een kist. Top. Oeh, dit is beter. Dit is beter. Dit is beter. Kijk, nu worden we sterker. Nu worden we sterker. Nee! Fuck! Fuck! Ik voelde me zo goed. Ik voelde me zo goed. Oké. Zo. Ik voelde me zo goed dat ik dacht van... Wow, ik heb een goede spul. Ik werd er zelf geschoten. Heel fijn. Heel fijn. Oké, nieuw potje. Nieuw potje. Ik ben voor... deze. Ik heb een voorkeur aan linksboven. Ik weet niet wat het is. Ik ben zelf ook... Ik ben zelf links. En ik zit boven. Telt dat? Ik vind het wel. Iron Golem was dat volgens mij. Ja. En dan zie ik vanzelf wel als het niet zo is. Oké. Dit is Galaxy. Dat is duidelijk. Ik zie daar een grote zon. En het is volgens mij altijd donker. Volgens mij is deze map niet in het licht. Heb ik niet echt gespeeld in het licht. Lijkt me wel cool. Ik merk wel dat ik nu meer last krijg van mijn ogen. Omdat ik die lamp op me heb. En eigenlijk is mijn bril op die manier een beetje een bescherming ervoor. Tegen al het felle licht. Omdat ik dus ook lichtschuw ben. Ik heb echt ik heb het leven niet mee soms. Maar ja, iedereen heeft zo zijn tegenslagen. En dat zou je ook niet bij iedereen verwachten. Want iedereen in zijn leven heeft zo zijn tegenslagen natuurlijk. En dit is natuurlijk eentje van mij dat ik dus niet zo goed kan zien. Maar ja, het leven is, je kan het leven doorkomen en lol hebben. Ook met een handicap, laat ik het even zo zeggen. En ik heb altijd lol. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik niet lach. Maar ja, ze zitten natuurlijk wel tussen dat het minder leuk is. Want misschien zijn hier wel meer mensen die denken, ik ben slecht, die denken ze zijn slechtziend. Die slechtziend zijn, die denken dan van, ja, ik ken je wel een beetje. Wat het geval is, oh shit, nee, ga weg, nee, ga weg, nee, nee, oh, heb ik me gekild? Holy shit, ik had geen idee waar ik, oh, dat is verkeerde, deze volgens mij, en dan heb ik hier een goed zwaard. Hoe heb ik hem kunnen killen? Ik zag hem echt niet. Holy shit. Ik weet dat ik even een appeltje moet nemen. Hij is volgens mij hier nog niet geweest. Dus als ik geluk heb. Kijk, ik heb geluk. We nemen gewoon alles mee. Want ik weet niet precies wat is. Dus. Kijk. Hier is het. Oh, volgens mij. Ik heb zelfs vermoeden dat ik hier Diamond Gear aan het maken ben. De boog mee. For you never know. Ik werk niet met lava. Volgens mij heb ik nu full Diamond Gear. Ja, volgens mij wel. Ik wil in ieder geval al een boog. Holy shit. Ik word sterk. Jammer dat ik er alleen niet zo van kan genieten. En dat ik het niet kan zien. Lekker bezig, Rodney. Lekker bezig. Ik weet niet hoeveel golden apples ik heb. Maar ik neem er eentje. Want het kan altijd handig zijn. You never know. Ga weg. Maar dat glas is hier vervelend. Dat gaat me echt nog een keer. Dat gaat me echt nog mijn leven kosten. Ik ga niet daar naartoe. Dat gaat nooit goed komen. Waar kan ik dat... Nou, dat gaat ook nooit goed komen. Laat ik eens kijken of hier nog wat ligt waar ik wat aan heb. Nee, niks. Laat ik even mijn inventory leeg hier. In de hoop dat ik niet dood ga, natuurlijk, maar... Natuurlijk gewoon de shit ervan. Ik hoop dat mensen het niet krijgen als ik dood ga. Daar zit het een beetje achter, want ik weet toch dat ik het niet zal gebruiken. Dat lepers, dat hou ik nog even achter. Dit gebruik ik zelf ook niet. Allemaal van die dingen die ik niet zou gebruiken. Dus dan weet je, dan heb ik liever dat andere mensen het ook niet gebruiken. Want als ze het nou gebruiken, is het meestal tegen mij. En daar ben ik niet zo'n voorstander van. Ah, oh, shit. Dit is echt verschrikkelijk. Ik kan het niet... Ik vind het leuk om te doen. Aanvaard dat niet verkeerd. Staat daar nou iemand? Ik kan niet zien. Zal ik gewoon naartoe gaan? Oké. Okay. Oh, kut. Dit is best kut. Dit is best kut. Staat daar nou iemand? Ja, daar staat iemand. Oh! Oh, wat mooi. Oh! Hey, waar komt het vandaan? Wat? Nee, ga weg. Stop. Laat het stoppen. Waar komt het vandaan? Het is gestopt. We konden dus van die kant. Dat is duidelijk. Oh, daar staat iemand. Kom dan. Waar staat hij? Fuck, jullie kunnen me niet helpen. Ik had het zo graag gewild, maar het kan niet. Jullie kunnen me nu niet helpen. Oh, dit is zo kut dit, hè. Volgens mij komt er ook iemand aan, of niet?
Ah, dit is zo kut. Oh, shit. Oh, daar komen mensen aan. Gaan ze naken, gaan ze naaien, gaan ze naaien. Oh! Waar komt het vandaan? Oh, nee! Fuck! Ik werd volgens mij echt van zes kanten beschoten of zo. Holy shit, ik zag het. Ik kon gewoon niks onderscheiden. Door wie ben ik gekild? Samarik 55. GG. Oké. Okay. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen. Ik laat het hierbij, omdat mijn ogen best wel pijn gaan doen. Ik laat nog gaan we af een cubelet openen. Misschien zelfs twee, weet ik nog niet. Kijk, ik heb een Toxic Waste Trail. Die had ik laatst ook al, maar dan moet ik nog iets verkopen. En ik ben niet zo van het kopen, dus... Sorry. Oké, dan hebben we nog een twee. Die is ook oranje, toch? Ja, is oranje. Dit is een blue helmet. Die had ik volgens mij ook al. Oké, we gaan een andere proberen. Misschien werkt dit beter. We proberen deze als laatste. We doen er drie. Drie maskers. Dit is wit, hè? Dit is een zombie head. Had ik die al. Ik weet niet dat ik mijn mooie roze pakje aan heb. Misschien is het tijd voor verandering. Ik meen dat ik hier alle pakjes had. Ja. Oh, oranje heb ik. Van de oranje heb ik de helm nog niet. Hier heb ik alles van. Van Yellow Kuipers krijg je pas bij level 50. Of bij level 40. Dan moet je roze moet je nog vinden in de cubic en level 15 zijn. Ik ben bijna level 15. En ik heb... De broek heb ik al gevonden. Dan hebben we hier nog wat van die random shit. Dit kan je vinden in cubelets. Ik heb er eentje van. Super tof. Ik hou het nu lekker bij mijn... bij deze outfit. Maar ik had nog hats. Ah. Waar staat dat hat? Oh, wat een kut. Kijk, een zombie hat. Ik weet niet of ik hem al had, maar bij deze heb ik hem dan. Maar ik ben voor de... Ik weet dat dit in de hoek staat. De strawberry hat. Kijk. Super sexy. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren. En laat ik even achter met... Desnoods op Facebook of Twitter, weet ik veel waar je het achter wil laten. Met hashtag challenge en hashtag... Ja, Rodney Games, zo simpel is het. Gewoon een hashtag challenge. Wat lijkt jullie een leuke challenge om dat die ik nog een keer ga doen? Het kan van alles zijn. Maar echt van alles. Het maakt mij niet uit, want als het niet te gek is of als het te doen is voor mij... Dan doe ik het zeker. En als het niet te doen is, dan ga ik er naar kijken hoe ik het kan oplossen en hoe ik het kan doen. Want zo ben ik. In ieder geval, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Het doel was even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal. En zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters en doei.